Aan tafel nog steeds Han van der Horst, historicus. Historicus zijn altijd mensen die achteraf dingen verklaren. Maar goed, Han heeft wel een mening en kijkt ook mee. We hebben het net gehad over de afschuwelijke aanslag in Nice, laten we het zomaar noemen, met die vrachtwagen. Maar vanochtend vroeg of gisteravond laat bent u misschien ook opgeschrikt. Want ook in Turkije is een staatsgreep gepleegd. Han, nou, was dat iets wat aan zat te komen? Of zeg jij van, nou, dat kwam ook weer zomaar uit de lucht vallen? Gisteravond met open mond naar de tv zitten kijken. Overigens, het dodental van de coup in Turkije is op het moment ook al een mannetje of 80. Dat wil ik om te beginnen even stellen. Ja, ik stond wel raar te kijken, want men dacht in het algemeen dat het met de staatsgrepen in Turkije wel zo'n beetje verleden tijd was. Maar dat is niet zo gebleken. Turkije heeft een beetje een apart leger. Ja. Daar moet ik eigenlijk een heel lang historisch verhaal over houden. Maar vat hem even samen. Even heel kort samen. Het moderne Turkije is gesticht door Mustafa Kemal Atatürk in zo 1922 met zijn leger. En sindsdien beschouwt het Turkse leger zich als de erfgenamen van die Atatürk. En daarom hebben ze, de militairen, in het verleden al 3 keer een militaire coup gepleegd. Omdat ze vonden dat de burgerregering dat erfgoed van Atatürk, wat zij moesten bewaken, verkwanselde. En het lijkt erop dat de huidige coupplegers dat ook dachten. En dat is vreemd. En ik zal uitleggen waarom het vreemd is. Erdogan, de huidige president, is al bijna sinds het begin van deze eeuw aan de macht. En hij heeft heel veel maatregelen genomen om al die erfgenamen, geestelijke erfgenamen van Atatürk, in dat leger op een zijspoor te zetten. En dat is hem ook, kregen wij de indruk, behoorlijk gelukt. Dat blijkt ook uit deze coup trouwens, want de grote generaals, de echte top, was er kennelijk niet bij betrokken. Erdogan zelf zegt niet dat het ging om het verdedigen van het erfgoed van Atatürk. Hij zegt dat het aanhangers waren van een meneer die heet Fethullah Gülen. Dat is een Turkse theoloog en filosoof met heel veel aanhang. Dat was vroeger een bondgenoot van Erdogan, want hij heeft een speciale vorm van islam. En tegenwoordig zijn ze vijanden. En het interessante voor Schiedam is dat die Fethullah Gülen in Schiedam veel aanhang heeft. Maar Erdogan ook. Dus ik denk dat in mijn buurt, ik woon in Nederland, nou dan weet je het wel. Ja. Dat in Nederland ook heel veel mensen van vandaag, en gisteren moet ik zeggen, heel erg laat naar bed zijn gegaan. Omdat ze vastgekleefd zaten aan hun tv-schermen. Ja. En ik ben ook benieuwd hoeveel Schiedammers er de auto hebben gepakt om in Rotterdam op de Westmarkt voor Erdogan te gaan demonstreren. Daar moeten er zeker een hoop bij geweest zijn. Want ook Erdogan heeft in Schiedam veel vrienden. En dan hebben we ook nog op de hoek van de Philips van Bourgondiëstraat en de Jacob van Lennepstraat in West het ontmoetingscentrum van de NBP. Dat zijn de Grijze Wolven. Oké. Maar even terug naar die coupplegers. Even een hele korte reconstructie. Wat heeft zich nou precies afgespeeld? Want ik heb foto's gezien van soldaten die afgevoerd werden. Er is geschoten, vliegtuigen, helikopters hebben een rol gespeeld. Ik ga nu iets vertellen wat ik vanochtend op de televisie heb gehoord. Er was een observatie van een Engelse waarnemer en dat was een hele juiste. Die coupplegers die hebben een ouderwetse 20e eeuwse coup gepleegd. Hoe doe je dat? Je bezet allerlei sleutelpunten in het land. De nationale radio, het postkantoor, het vliegveld en daarna breng je boodschappen uit. Je beheerst de communicatie en dan win je het. Maar dat gaat tegenwoordig niet meer op deze manier, want we hebben de sociale media. En het eerste wat Erdogan deed was een telefoon pakken en via FaceTime het volk toespreken. Ja.
En het volk oproepen om de straat op te gaan. En dat gaat razendsnel, kon dat verspreid worden. En daardoor is die coup mislukt. Wat trouwens ook een, wie trouwens ook een belangrijke rol hebben gespeeld, dat waren de moskeeën in heel Turkije. Want je weet, 5 keer per dag roepen de moskeeën vanaf de minaret op tot het gebed. En ja, wat ze nu gedaan hebben is het ochtendgebed, de oproep tot het ochtendgebed door hun gigantische luidsprekers, toeristen weten hoe dat gaat, ja. Door hun gigantische luidsprekers dat ochtendgebed laten horen, zodat iedereen die op zijn nest lag wakker werd. Ja. En dacht, wat is er nou aan de hand? Ja. En de tv aan heeft gezet. Ja. En buiten de mensen hoorde roepen. Ja. Nou heeft meneer Erdogan geroepen, hij gaat het leger zuiveren. Dat zal het nou wel. Hebben wij hier in Nederland het woord zuiveren. Dat is het laatste wat we zo'n beetje in de mond nemen. Wat gaat er gebeuren in Turkije? Waar ik bang voor ben is dat Erdogan nu versneld zijn programma uit gaat voeren. En dat programma was dat hij een almachtige president zou worden. Ja. En hij is al een jaar lang bezig om allerlei politieke tegenstanders op een zijspoor te zetten. We horen van een hoofdredacteur van een van een ongodsdienstige krant die levenslang boven het hoofd hangt. De Zaman, de in Nieuwland, in Schiedam, meest gelezen Turkse krant. Dat is de krant van de aanhangers van die Fethullah Gülen. Mm-hmm. Die krant is verboden en weg. Ja. Er wordt steeds meer een einde gemaakt aan wat wij in Nederland mensenrechten en democratische verhoudingen noemen. En Erdogan heeft zijn positie kunnen versterken dankzij deze coup. Dat was een onberaden, onverantwoordelijke daad. Ja. Wat betekent dat? Want we zijn natuurlijk al heel lang in gesprek met Turkije. Toetreden, niet toetreden. Wat betekent dat voor Turkije in het algemeen en het beeld van Turkije? Wij zoeken toenadering en dan hebben we een aantal punten met mensenrechten dat we zeggen, nou, maar dat moet eerst verbeteren. Is de kloof weer groter geworden? Ik denk het wel, dit wordt niks. Maar je moet wel beseffen dat Turkije, en niemand maakt daar bezwaar tegen, ook in Turkije zijn er weinigen die daar bezwaar tegen maken, dat Turkije wel lid is van de NAVO. Dat mm-hmm. is heel belangrijk. Ja, een bondgenoot. Het is een bondgenoot en het is ook lid van de Raad van Europa. Dat is een andere organisatie dan de Europese Unie. Er zijn mm-hmm. ook veel meer landen lid van. En in dat kader zijn er ook heel nauwe banden tussen Nederland en Turkije via die Raad van Europa. Ja. En dan zijn er nog andere heel erg belangrijke banden die in dit verband altijd vergeten worden. En dat zijn de familiebanden. Ja. Er wonen in Schiedam duizenden mensen die hebben familie in Turkije. Want dat wilde ik aan je vragen. Hè. Wat heeft dat nou concreet voor de Turkse gezinnen en families in Schiedam? Gaan er dadelijk twee kampen ontstaan? Want je zei zowel Erdogan. Die zijn er al. Die zijn er al. Maar gaat dat zich verhevigen? Ik denk het wel. En ze zijn in Turkije nou niet zo verschrikkelijk van het poldermodel, zoals wij, om het maar zachtjes te zeggen. Dus die verhoudingen die kunnen heel erg scherp worden, ook hier in Nederland. Ja. Wat gaat er nu verder gebeuren, denk je? Gaan we nu, is het een kwestie van nu de berichtgeving vanuit Turkije volgen? Hebben wij als Nederland daar ook nog iets mee te doen? Want vanochtend hebben de grote leiders zich al solidair verklaard, hè, met Erdogan. Want hij is democratisch gekozen. Ja, wat interessant is, trouwens, is de andere politieke partijen in leiders van andere politieke partijen in Turkije, die hebben zich tegen de coup uitgesproken. En wat ik nou geprobeerd heb uit te zoeken, maar dat is me niet gelukt, is om te kijken hoe laat ze dat gedaan hebben. Want als ze het vannacht om 2:30 hebben gedaan, toen de coup al feitelijk mislukt was, ja, dan is het natuurlijk te laat. Hè? Ja. Dus het is heel belangrijk om te weten hoe laat ze dat, dat hebben gedaan. Wij zullen zien wat er gebeurt. Dat is het enige wat je kunt zeggen. Ja. Erdogan is, zijn positie is versterkt, maar hij heeft wel te maken met een burgeroorlog in eigen land. Ja. Tegen de Koerden, die hem voor het grootste gedeelte heel erg haten. Ja.
Hij heeft last van terroristische aanslagen. En veel meer dan wij hier in Europa. Mm-hmm. Dus ik geloof niet dat ze daar nu een gouden eeuw tegemoet gaan als ik dit zo kan bekijken. Betekent dat, en daar ronden we het even mee af, voor mensen die nu nog naar Turkije gaan, toch even goed nadenken of het wel slim is. Betekent dat een klap voor toerisme in Turkije? Heeft het invloed op het hele land? Of zeg je van ja... Weet je wat het is? Daar zit de grote Han van der Horst op een pleintje in een provinciestad in Nederland mensen aan te raden of ze wel of niet naar Turkije moeten gaan. Ik heb een uitstekend advies aan iedereen die, van plan is naar Turkije te gaan of naar enig ander land waar geweld voorkomt. Ze hebben bij het ministerie van Buitenlandse Zaken speciale ambtenaren die dat over de hele wereld bekijken en daar steeds adviezen over uitbrengen. En die mensen kun je absoluut vertrouwen. Dan moet je even gaan naar rijksoverheid.nl of naar minbusa.nl. Ja. En dan kom je met een beetje rondzoeken, kom je de pagina's tegen waar die adviezen staan van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die worden steeds aangepast. Die worden steeds aangepast. Desnoods van uur tot uur. Zijn goede mensen. Ik heb ze in het kader van mijn vorige werk wel ontmoet. Dus daar zou ik naar luisteren. En tenslotte, niet naar iedereen en niet naar anderen. Ik heb je vanochtend vroeg gebeld. Je zei, ik wil 2 minuten even hebben om dadelijk in september weer even het een en ander aan te prijzen. En dan hebben we het over Monumentendag. Ja, ik heb het over Open Monumentendag. En het thema van Open Monumentendag dit jaar is iconen en symbolen. En toen dachten wij, wie zou nou het icoon van Schiedam zijn? En dan bedoelen we niet gebouwen, want dat zijn allemaal iconen van Schiedam. Maar welke Schiedammer uit heden en verleden is nou het hedendaagse icoon van Schiedam? En om daarachter te komen hebben we een verkiezing georganiseerd. Om aan die verkiezing mee te doen moet je Facebook hebben. En dan ga je naar de Facebookpagina Iconen van Schiedam. Iconen van Schiedam met een C, mensen. Niet met een K. Nee, met een C. Iconen van Schiedam. Daar kun je suggesties doen voor een icoon. Wij hebben zelf als comité Open Monumentendag een paar suggesties van onszelf gedaan. Gewoon als voorbeelden en een beetje de voor de hand liggende personen genomen. Ja. Lidwina, Piet Paaltjes, Aleida. John van Gestel. John van Gestel niet. Ik doe zomaar een icoon. John van Gestel niet, maar ik ga hem vanavond nog ga ik je nomineren. In ieder geval, ik zou het natuurlijk wel leuk vinden als er een bijzondere keuze uitkwam. Wat u kunt doen is dus eentje nomineren, maar u kunt ook stemmen op de genomineerde. Nou. Dat gaat door zo'n genomineerde leuk te vinden. Dat wijst zichzelf. Okay. En dan hopen wij dat we op Open Monumentendag, op de opening van Open Monumentendag zelf, dat is zaterdagochtend om 10 september in de West-Vestkerk, dan weet u dat vast, dan hopen we daar het icoon van Schiedam bekend te maken. En mensen, ga naar die pagina toe. Doe mee, maar dat niet alleen. Deel de pagina ook met je vrienden en vriendinnen, zodat zij ook onder ogen krijgen die prachtige mogelijkheid om het icoon van Schiedam te kiezen. Het zou toch mooi zijn als er duizenden en tienduizenden Schiedammers aan meedeed. Zo is het. Han, ik ga je bedanken. Ik heb je op het allerlaatste even opgeroepen. Je laat nooit verstek gaan, dat siertje. Daar wil ik je voor bedanken. En je gaat nu naar België toe. Ik wens je een veilige reis. Ik ga naar de Luikse Markt en daarna ga ik naar Delfshaven, waar een heel mooi festival gaande is. Dat heet Ketels van Delfshaven. Want Delfshaven, mensen, is Klein Schiedam. Dat zult u merken als u daar vanmiddag ook naartoe gaat. Zo is het. Han, dankjewel.